Hallo allemaal, we gaan beginnen. Ik ben Abel, dit is Ilari. Leuk dat jullie allemaal zijn. Welkom bij de februari-editie van de Beta Break. Hopelijk zwemmen de Valentijnsdag-hormonen nog lekker in jullie rond, want vandaag gaan we het hebben over seks. Kort geleden kwam 50 Shades of Grey uit en dat liet zien dat we eigenlijk in een enorme spagaat leven. Enerzijds waren we ontzettend verontwaardigd over het enorme succes van het boek en de film, maar tegelijkertijd ligt die toch op menig nachtkastje voorbij het slapen gaan. Wat zegt dit over ons? Betekent dit dat we stiekem onze oerinstinct aan het onderdrukken zijn? Wat maakt onze relatie tot seks? Wat bepaalt ons beeld daarover? Sluit de hedendaagse cultuur wel aan bij onze ware lusten? Daar gaan we het vandaag over hebben met onze drie gasten. Met in ons achterhoofd houdend, kan het zijn dat we onze oerinstincten te veel onderdrukken en daarmee onze relatie tot seks uit het oog aan het verliezen zijn? Jullie kunnen gedurende het gesprek vragen stellen. Dan moet je Ramon hier aan mijn linkerzijde even op zijn schouder tikken en dan geeft hij je een beurt wanneer dat nodig is. Ilari zal nu de gast introduceren. Ja, dankjewel voor de introductie, Abel. We hebben drie uitstekende gasten. Meneer Wout-Gianotten, ik zou graag met u beginnen. U bent al 38 jaar lang actief op het gebied van seksuologie. En ik ben wel benieuwd wat u van de volgende uitspraak vindt. Seks en voortplanting, dat heeft vrij weinig met elkaar te maken. Bent u het daarmee eens? Zit daar wat in? Ja en nee. Je kunt het omdraaien. Heeft voortplanting met seks te maken? Ik denk dat tegenwoordig heel veel kinderen die geboren worden via IVF. Ik denk dat is jammer. Je zou veel beter scharrelbaby's kunnen hebben. Die dus gewoon op de normale manier gemaakt en ontwikkeld zijn. Zonder dat er al te veel medische interventie zijn. Maar als je aan de andere kant gaat kijken naar de seks. Heel veel seks heeft niks met zwangerschap te maken. Er is een heel boeiend onderzoek wat een jaar of 10 geleden gedaan is in de Verenigde Staten. Bij jonge mensen, dus voor een deel jullie leeftijd. En daar hebben Meston en Boos, die hebben gevraagd naar waarom hebben jullie gemeenschap? Waarom hebben jullie seks? En die kwamen tot een fascinerend getal van 237 verschillende argumenten waarom mensen seks hebben. En daar is er maar eentje bij dus inderdaad om kinderen te krijgen. Dus 236 redenen die heel anders zijn dan die voortplanting. Kunt u een van die redenen noemen? Waarom komen we steeds terug bij seks als we geen kinderen willen? Het is heel leuk. Ik kan wel zeggen, ze zeggen dat het leuk is, maar ik vind het ook leuk. Het heeft op een heleboel manieren ook, en dat is in mijn werk, want ik werk veel met mensen met chronische ziekte en lichamelijke beperking. Dan moet je dus heel veel, kom je in de literatuur, kom je verhalen tegen van een ziekte leidt tot een bepaald seksueel probleem of een beperking. Als je een dwarslesie hebt of als je kanker hebt. En dan zoek je in de literatuur en dan kom je op een gegeven moment zo van die pareltjes tegen waar blijkt dat het ook andersom loopt. Mm. Dat je van seksualiteit gezond zou kunnen worden. Yes. Dat is heel grappig, want veel van mijn medische collega's, met name in de urologie, die hebben de indruk dat seks gevaarlijk is. Dat is helemaal niet zo. Als je frequenter vrijt, blijf je gezonder. Ja. Een van de hele boeiende dingen is dat frequent vrijen, met name bij mannen het klaarkomen en bij vrouwen het bevredigd zijn bij seks, leidt ertoe dat je langer leeft. Mm. Dus ik kan jullie de boodschap geven, ga ermee door als je het leuk vindt. Hè? Ja. Niet alleen op Valentijn. Ja, helder. Dank u wel. Onze tweede gast, mevrouw dokter Hanneke Termeer. U bent klinisch seksuoloog. U werkt als psycholoog en seksuoloog aan het AMC. En u heeft uw eigen praktijk, seksuologiepraktijk Termeer. Ik ben wel benieuwd om te vragen, wat voor patiënten ziet u in uw wachtkamer? Wat voor patiënten spreekt u? En wat doet u eigenlijk als ze met een probleem komen? Ja, nou, ik heb inderdaad twee verschillende spreekkamers. Eentje in het AMC en eentje in de eigen praktijk. Ik zie uiteraard in beide praktijken mensen met seksuele problemen. In het AMC heten die mensen meteen patiënten, want naast een seksueel probleem is er vaak ook nog een medisch probleem of een psychiatrisch probleem. En in mijn eigen praktijk, daar zie ik eigenlijk mensen waar het meestal op alle fronten allemaal best wel goed gaat, behalve op seksueel gebied iets niet. En wat zie ik? Ik zie alle leeftijden, zo van 17 tot 80, denk ik. Ik zie mannen, ik zie vrouwen, heteroseksuele stellen, homoseksuele stellen.
En met een variatie van problematiek. En nou, de seksuele dysfunctie, zoals ze noemen. Dus veel vrouwen met pijn tijdens de gemeenschap, zie ik. Mannen erectieproblemen. Dan zie ik ook heel veel mensen, en die komen dan ook vaak wel samen, dat er een verschil in verlangen is. Soms wordt er wel eens afgedaan van, nou, ik heb geen zin, of zij of hij heeft geen zin. En ik probeer dat altijd meer te duiden van, nou, er is blijkbaar een verschil. Mm-hmm. En, nou, zijn die problemen eigenlijk ook enigszins gecorrelateerd aan leeftijd? Want u zei dat u ook een verschillende problematiek ziet bij mensen die naartoe komen en dat die leeftijd tussen 17 en 80 ligt. Maar hebben sommige leeftijdsgroepen andere problemen dan de jonge leeftijdsgroepen? Ja, kan. Er zijn ook wel min of meer een beetje startersproblemen, zoals ik dat noem. Dat is wel eens bij mannen voortijdig klaarkomen. Ejaculatio precox, zoals dat heet. Nou, alles moet je een beetje leren in het begin, dus ook seks. En, nou, dus dat is een beetje een startersprobleem. Bij vrouwen is ook wel een opwindingsprobleem. Heel veel vrouwen, of best wel veel vrouwen, die hebben toch nog best wel gêne om te gaan voor hun eigen seksueel plezier en wat ze ook prettig vinden. Dus dat is eigenlijk een beetje allemaal dingen die je moet leren. Je moet alles in het leven leren, dus ook seks. Ouderen stellen, of niet ouderen stellen, er kunnen ook jongere mensen zijn, maar die al een langdurige relatie hebben, zie je veel meer dat er, nou ja, dat het allemaal een beetje saai wordt en dat verschil in verlangen er komt. En dat een reden is waarom ze mij bezoeken. Ja, erg mooi antwoord. Mag ik er meteen iets op zeggen? Sorry? Want dat moet zeker niet de indruk geven dat oudere mensen seks niet leuk vinden, hoor. Want er zijn natuurlijk heel veel oudere mensen die nooit bij een seksuoloog komen, die seks hartstikke leuk vinden. Ja. Dat, jullie ouders vrijen uiteraard niet meer en je grootouders zeker niet. Maar verder bijna alle mensen van die leeftijd wel, hoor. Realiseer je goed, er is een heel groot verschil tussen wat je als burger en wat wij als professional moeten weten, hè? Ja. Erg duidelijk, ja. Meneer Dick Swaap, mevrouw Termeer die begon net al over enige verschillen die er bestaan tussen de klachten van vrouwen en de klachten van mannen. U hebt hier natuurlijk onderzoek naar gedaan, de seksuele differentiatie in de hersenen. Hier geeft u nog lezing over. Vorige week maandag was er nog een lezing hier op het Science Park. Wat zijn in grote lijnen de verschillen die dan in de hersenanatomie van mannen en vrouwen zitten? En hoe uiten deze verschillen zich eigenlijk in het dagelijks leven? Wat zien we ervan terug? Nou, we hebben verschillen in alle structuren in de hersenen tussen alle mensen. Ieder brein is uniek. Ja. Zelfs breinen van identieke tweelingen zijn zo gedifferentieerd door zelforganisatie dat ieder brein uniek wordt. En die verschillen die er zijn, die zijn ook de motor voor de evolutie geweest. En je vindt verschillen in alles, dus ook in alles wat seksualiteit aangaat. En er zijn verschillen die we gevonden hebben in relatie tussen man en vrouw, maar ook in relatie tussen homoseksueel en heteroseksueel, tussen pedoseksueel en de rest van de populatie. Dus de verschillen zijn veelvoudig en belangrijk. En ik zeg, het meest bekende verschil is natuurlijk, ook weer afkomstig uit de hersenen, dat vrouwen een cyclus hebben en mannen niet. Ja. En dat uit zich ook in het gedrag. Dus het is interessant dat vrouwen zich anders kleden rond de ovulatie, zonder dat ze zich dat bewust zijn. Wat meer bloot laten zien bijvoorbeeld. En dat danseressen ook hogere tips krijgen rond de ovulatie. Dus het aantrekkelijker lijken. Dus er zijn grote verschillen in alles. Hersenen en gedrag. Yes. Oké, top. Bij deze de introductie. Abel zal het nu overnemen met het volgende onderdeel. Ja, terugkomend op die gedachte waar we een beetje vanuit gingen, dat er een soort van spagaat is tussen onze oerinstincten en onze seksuele cultuur. Hebben we het komende stukje in twee stukjes opgedeeld. We gaan het eerst even hebben over de biologie en onze oerinstincten en wat dat is en of ze bestaan überhaupt. En daarna gaan we weer terug naar de cultuur en dan proberen we dat te linken. Om te beginnen bij de cultuur. Meneer Swaap, u had het net over die verschillen die er zijn.
Hoe ontstaan die verschillen? Want iedereen begint in principe bij een bevruchte eicel. Dan het enige verschil daar zijn nog de chromosomen. Hoe ontstaat er dan later toch nog zulke grote verschillen? Nou, in de eerste plaats door de genetische achtergrond die we allemaal hebben. Die we meekrijgen van onze ouders. En die combinatie is uniek aan genen die aan en uit worden gezet. In de tweede plaats krijgen we allemaal een nieuwe mutatie mee. Per persoon één nieuwe mutatie gemiddeld. De meeste zijn onschuldig, maar ze kunnen effect hebben. En het brein is zo complex dat je dat niet kan programmeren op basis van het DNA alleen. En de oplossing die gevonden is, is zelforganisatie. Dus het vinden van de beste contacten op lokaal niveau. Door op het juiste moment een contact te maken wat sterk genoeg is. Daarmee breng je dan groeistoffen over van de ene cel naar de andere. En als die contacten te laat plaatsvinden of te vroeg of niet sterk genoeg zijn, dan verdwijnen de contacten en daarmee ook de cellen. En we maken zo'n 5 keer meer cellen dan er uiteindelijk overblijven. En het hele proces van zelforganisatie, dat leidt hoe dan ook tot grote verschillen tussen mensen. En dan krijg je natuurlijk, kind wordt geboren in verschillende omgevingen. Die omgeving heeft ook weer zijn invloed op de hersenontwikkeling. Dat is een cultureel andere omgeving. En dat heeft ook zijn invloed gedurende een hele lange tijd. Dus er zijn nog ontwikkelingsprocessen aan de gang in het brein. In termen van connectiviteit tot het 24ste jaar. En dat kun je zowel gunstig als ongunstig beïnvloeden. Dus een heel lang proces waardoor we allemaal zeer verschillend worden. Maar toch zie je nog vaak dat je chromosomen, je seksen die uit je chromosomen volgt, niet per se ook gelinkt is aan hoe je je voelt in je hersenen. Wanneer gebeurt dit? Gebeurt dit nog voordat je geboren wordt? Of is dit puur in de puberteit dat dit zich afspeelt? De seksuele differentiatie van het brein die vindt plaats in de tweede helft van de zwangerschap. En daardoor, in de tweede helft van de zwangerschap, dan maakt het jongetje testosteron. En dat beïnvloedt de vorming van allerlei structuren in het brein. En daarmee de genderidentiteit, dus of je man of vrouw zal voelen later. Ook de seksuele oriëntatie. En ook pedofilie wordt vroeg in de ontwikkeling vastgelegd. Dus dat zijn allemaal dingen die vroeg geprogrammeerd worden en dan onder invloed van de geslachtshormonen in de puberteit tot expressie komen. Die ontwikkelingen die dan in de tweede helft van de zwangerschap plaatsvinden, zijn die dan anders dan de beroemde testosteronpiek die ongeveer 7 weken na bevruchting plaatsvindt? Want meneer Gianotten, ik kan me herinneren dat u ons heeft verteld over het proces dat plaatsvindt wanneer zo'n baby met een zo'n foetus, met een X-chromosoom of een Y-chromosoom, wanneer die wat er dan allemaal gebeurt als hij onder de invloed komt van al die testosteron. Hoe bepalend is dit proces voor die ontwikkeling in de tweede helft van de zwangerschap? Nou, dat proces is enorm bepalend. Er zijn mensen bijvoorbeeld die een mutatie hebben in de receptor voor het testosteron. En die zijn dan XY, genetisch man. Maar die ontwikkelen zich zowel lichamelijk als wat betreft hun brein in de vrouwelijke richting. En die voelen zich heteroseksuele vrouwen. Dus dat is het compleet androgeen ongevoeligheidssyndroom. Het laat zien dat zelfs als er testosteron is, maar die boodschap wordt niet ontvangen, dat je differentieert in vrouwelijke richting. Oké, dus een heel groot gedeelte wordt biologisch door ofwel ons chromosomenpakket of ons hormonenbadje in de baarmoeder bepaald. Maar er wordt heel veel gepraat over de plasticiteit van de hersenen. Daar wordt de laatste tijd heel veel over gesproken, hoe veel plastischer die dingen toch zijn dan we denken. Geldt dat ook zo voor seksualiteit? Zijn er verhalen en situaties waarin blijkt dat het eigenlijk na de geboorte nog redelijk vormbaar is? Zijn er succesverhalen van? Nou, in tegendeel zou ik zeggen, er zijn bekende verhalen over kinderen die op hele jonge leeftijd van geslacht zijn veranderd. Bijvoorbeeld door een fout in de operatiekamer. En waarbij later bleek dat ze toch de genderidentiteit hielden waarmee ze geboren zijn. En hetzelfde geldt voor seksuele oriëntatie. Je kunt je niet voorstellen wat er allemaal gebeurd is de afgelopen 100 jaar om mannen van homoseksueel
naar heteroseksueel te laten gaan. Er zijn hormonen gegeven, er is psychotherapie gegeven, er is een braakmiddel gegeven, apomorfine. En dat is gecombineerd met homoerotische plaatjes, met het idee als je die combinatie maakt, dan kom je wel tot andere gedachten. Er zijn hersenoperaties gedaan, epileptische insulten zijn er gegeven en gevangenisstraf. Niets heeft seksuele oriëntatie veranderd. Dus als er een systeem is wat niet plastisch is, dan is het wel onze genderidentiteit en seksuele oriëntatie. En de andere kant daarvan is dan dat als je hetero bent en je woont in Rusland en je hebt een president die bang is dat je door homoseksuele informatie homo zou kunnen worden, hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Maar dat is wel handig als je dat dan een beetje weet, dat soort dingen. En daar zijn ze heel erg bang voor in een aantal landen. Ik heb nog wel een vraag voor u, meneer Giannotte. U vermeldde dat u vooral veel bezig bent met, in uw praktijk vooral veel ziet, mensen met een fysieke beperking en hun daarmee helpt. U vroeg me af, als er mensen zijn met zo'n fysieke beperking, die klachten die zij dan hebben, zijn die dan inderdaad vooral fysiek, wat je zou verwachten bij zoiets fysieks als seks? Of zijn juist die mensen nog steeds vooral bezig met het psychologische gedeelte ervan? Ik denk niet dat je dat zo kunt scheiden. Een groot deel van de mensen die ik zie, die komen in een rolstoel. En een rolstoel is geen enkele reden om geen behoefte aan seks te hebben. Maar als je zeg maar de hele onderkant van je lijf het niet meer goed doet omdat je een dwarslesie hebt, dan kan je je voorstellen dat de seksuele functie, dus het stijf worden of het nat worden of het klaarkomen, dat behoorlijk verminderd is. Dus daar hebben mensen dan een probleem mee en daarmee komen ze soms. Maar tegelijkertijd, seksualiteit is niet alleen maar functie. Seksualiteit, tegenwoordig zeggen wij vaak dat je drie hele belangrijke pijlers hebt. Seksuele functie, seksuele identiteit en seksuele relatie. En seksuele identiteit is een heel belangrijk stuk. Voel ik mijn man, voel ik mijn vrouw, voel ik mijn mens? En dat kan behoorlijk erbij inschieten op het moment als je lijf ontregeld raakt. Of als je hele omgeving jou niet meer wil doen zien als een potentiële man of vrouw of een potentiële minnaar. Wat dat betreft is een heel leuk een onderzoek van een collega van mij. Die deed onderzoek naar mensen in de laatste fase van hun leven. Hilde de Vocht van de Saxion Hogeschool. Die vroeg aan mensen die dus wisten van over 5 of 6 weken dan zijn we dood. Omdat we ALS hebben of omdat we een vergevorderde vorm van kanker hebben. En die vroeg aan die mensen over seksualiteit. Het was overigens heel boeiend dat er mensen bij waren die dan niks meer deden. Maar mensen die frequenter vrijden dan ze in de afgelopen 15 jaar deden. Maar zij vroeg ook van hoe vind je het dat er over seksualiteit gepraat wordt? En voor mij als docent vond ik eigenlijk dat het meest fascinerende antwoord. Al die mensen, al die patiënten en al die partners, die vonden dat hartstikke fijn dat ze die vraag kregen. En dat heeft dus iets te maken met, ik word nog gezien als mens, als man, als vrouw, als potentiële minnaar of minnares. Dat is een heel belangrijk stuk. Dus je identiteit, dat zegt zoveel. Dus je kan het niet helemaal loskoppelen, die medische en die psychologische dingen. Ja, het klinkt bijna alsof mensen er te weinig gevraagd wordt naar het seksleven van patiënten wanneer ze met heel veel andere psychologische problemen komen. Is dat ook zo? Vindt u dat? Dat er te weinig aandacht wordt gegeven aan het seksleven van patiënten, bijvoorbeeld terminale patiënten. Nou, ik denk dat aan alle mensen te weinig gevraagd wordt, niet waar? Ja, dus praten over seks is zowel voor de patiënt of de cliënt, maar zeker ook voor de hulpverlener vaak nog een taboe of een moeilijk onderwerp om bespreekbaar te maken. Zieke mensen, dan wat ik me ook best wel soms voor kan stellen van mensen die die kanker hebben, die een stoma moeten krijgen. Nou, we kunnen allemaal ons voorstellen dat een stoma invloed heeft op je seksleven. Maar de hulpverlener denkt, de arts of de verpleegkundige, van nou, die patiënt heeft nu wel iets anders aan zijn hoofd. We moeten het niet over seks gaan hebben. Dus het is ook wel een kwestie van wanneer, je moet het wel een beetje agenderen, maar het moet zeker ter sprake komen. Maar het is ongemakkelijk en er zijn heel veel redenen voor waarom mensen het niet doen. Maar de hoofdreden is vaak dat ze het zelf eigenlijk heel ongemakkelijk vinden om het onderwerp ter sprake te brengen. Ja. Nou, als je de medische statussen bekijkt, dan is er voor ieder systeem is er ruimte gemaakt om vragen te stellen.
En dan zie je dat de artsen in het algemeen invullen bij de tractus genitalis GB. Waarbij ze bedoelen geen bijzonderheden, maar we zeggen altijd geen belangstelling. Oh. Dat is zo typisch. Dat is een stukje wat altijd open staat. Artsen spreken er niet makkelijk over. En dat af en toe is dat een beetje vervelend. Af en toe is het gênant en af en toe is het heel beschamend. We hebben niet zo heel lang geleden weer een onderzoek over seksuele consequenties van gynaecologische kanker, waarbij de baarmoeder eruit gesloopt wordt. Mensen met vulvakanker, dus van de ingang. En dan ben je zo aan het morrelen in de hele machinerie, dat moet consequenties hebben. In 68% van die vrouwen was nooit over seksualiteit gepraat. Ik vind dat misdadig vanuit mijn perspectief. Maar dat gebeurt veel. Want wij leren op een of andere manier niet om gemakkelijk te praten over seksualiteit. En dat speelt door de hele maatschappij. Maar dat speelt ook bij artsen, ook bij psychiaters, ook bij psychotherapeuten, ook bij psychologen. Terwijl wij dus aan één stuk door aan het proberen zijn dat mensen wel die vragen gaan stellen. U zei in het voorgesprek dat er bijvoorbeeld bij een beroerte, dat eigenlijk met bijvoorbeeld een verlamming mannen en vrouwen heel anders omgaan. Dat ze hele andere reacties daarop hebben en eigenlijk tegen hele andere dingen aanlopen. Zou u daar iets over kunnen zeggen, meneer Ginotte? Een van de dingen waar mensen heel anders op reageren, op een beroerte reageren, is dat vrouwen veel meer probleem hebben met hun ontluistering van hun uiterlijk. Uiterlijk is voor vrouwen belangrijk, dat noemen de Engelsen zo mooi de disfigurement. Terwijl mannen veel meer moeite hebben met verlies van autonomie. Dus dat ze niet meer zelf kunnen rijden, dat ze niet meer zelf naar de wc kunnen gaan. Daar hebben mannen heel veel meer moeite mee dan vrouwen. En vrouwen dus heel veel meer moeite met dat uiterlijk. Dat is een beetje de rollen die we in onze cultuur geleerd lijken te hebben. Overigens, als een van jullie hier een mening over heeft of ergens over door wil vragen, dan kunnen jullie gewoon vragen stellen hier links van mij. Maar nog even terug over de verschillen waar u het eerder over had, meneer Swaap. U zei eigenlijk helemaal aan het begin zelfs dat er zoveel verschillen zijn, zelfs tussen individuen, dat duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen en homo's en hetero's niet per se altijd in gedrag zich uiten. Zijn er dan wel dingen zoals instincten? Kun je het überhaupt hebben over een oerinstinct wat niet weg kan, wat altijd in ons blijft zitten en niet meer te verstoppen is? Nou, er wordt wel eens gezegd dat het enige gebod waar de mens zich aan gehouden heeft is, gaat heen en vermenigvuldig u. En er zijn zoveel mensen op de aarde dat dit de grootste bedreiging is die er is. Dus me dunkt dat een illustratie is van een van onze oerinstincten. Er zijn twee oerinstincten. En dat is zorgen dat de soort intact blijft, dus de voortplanting. En het tweede is zorgen dat het individu blijft leven, dus het eten. En beide worden gehonoreerd op een enorme manier. Kijk naar de dikke mensen om je heen en alle ellende die daaruit voortkomt. Dus dat zijn de twee oerinstincten die tijdens de evolutie heel handig gekoppeld zijn aan een beloning. En dat is natuurlijk waarom we het doen. We doen het niet om ons voor te planten, maar we doen het omdat het plezierig en leuk en lekker is. Hetzelfde geldt met eten. Dat doe je ook niet om in leven te blijven, maar gewoon omdat je het lekker vindt om iets te eten. En die koppeling aan een dopamineafgifte in de nucleus accumbens, dat is een fantastische truc geweest om te zorgen dat er veel te veel mensen en veel te veel dikke mensen zijn. Ja. Ik zie dat we een vraag hebben. Ja, meneer Swaap, ik vroeg me af, u zei dat de seksualiteit heel vroeg bepaald wordt, maar er zijn toch wel mensen die pas met 40 of zo erachter komen dat ze toch wel homo zijn of toch wel hetero. En ik vroeg me af of dat zeg maar dan toch een beetje plasticiteit is of dat alleen van zeg maar druk is van andere mensen of niet willen over nadenken. De druk van de maatschappij is zeker belangrijk. Maar we spreken altijd over homoseksueel en heteroseksueel of over transseksueel, genderproblemen. Maar het is niet zwart of wit. Alles daartussenin komt ook voor. En voor seksuele oriëntatie kennen we de Kinsey-schalen natuurlijk. En zitten er mensen in het midden die aan het twijfelen zijn, die zijn wel op een bepaalde plaats op die schaal neergezet in de vroege ontwikkeling.
maar ze twijfelen daardoor. En hetzelfde geldt voor genderidentiteit. Dus het je man of vrouw voelen, dat is voor ons, in het algemeen is dat heel duidelijk. Maar er zijn mensen die ergens in het midden zitten. En er komt ieder jaar iemand naar me toe en die zegt, en dit jaar ga ik van geslacht veranderen. Hij is nou 64 en is nog aan het twijfelen. Maar zijn we er nog steeds dus niet achter waardoor dat komt? Of weten we wat de neuroanatomische grondslag van zo'n je voelen in het verkeerde lichaam is? Ja, als je kijkt naar hersenen van mensen die biseksueel zijn, dan vind je de verandering in het midden tussen man en vrouw liggen. Dus die seksuele differentiatie van het brein heeft ook al die variatie die je in alle andere eigenschappen tegenkomt. Ik wil nog even terugkomen op dat u net seks zeker als oerinstinct noemde. Mensen doen het om beloond te worden. Maar ik heb vooraf nog een gesprek gehad met Termeer. En het schijnt dat u niet dat mensen soms een beetje afgeleid worden door denken over seks als oerinstinct. Dat ze geslachtsgemeenschap hebben en dan denken, ja, wanneer kik mijn oerinstinct nou eens in? Wanneer gaat het nou eens goed? Terwijl ze eigenlijk actief moeten leren, heel erg bewust bezig moeten zijn. Komt u dat vaak tegen in uw praktijk, mevrouw Termeer? Ja, dan, misschien moet je dan dat oerinstinct een beetje vertalen naar dat een heleboel mensen ervan uitgaan dat seks iets spontaans is. Het moet allemaal vanzelf gaan. En dat is natuurlijk ook wat een beetje van Freud, hè? Die schaarde seks als een soort, ook als een drift. Hè? Schaart het eigenlijk een beetje onder dezelfde noemer als eten, drinken, slapen. Als het lang genoeg niet doet, dan komt het vanzelf terug. Maar dat is bij seks dus helemaal niet het geval. Het is juist een beetje wat hier Janot al zei, dat het use it or lose it. Je moet eigenlijk seksueel actief blijven om het ook te blijven usen. Maar terug naar dat oerdrift, dus dat spontaan. Dat is misschien voor de toehoorders een beetje desillusie. Maar ik ga ervan uit dat seks, of zo ben ik opgeleid, en ik zie dat ook wel in de klachten waar mensen mee komen. Dat spontane is er vaak als mensen verliefd zijn. Ik bedoel, dan heb je amper testosteron nodig. Dan komt het allemaal uit de lucht vallen. Dan gaat het nog niet over morgen tentamen. Of ik ben een ochtend- of een avondmens. Nou, we kennen het allemaal, de reden waarom je geen zin hebt in seks. Mm. Maar op een gegeven moment is seks wel toch een reactiever proces. En dat je toch meer aan je voorwaarden moet creëren. Dus eigenlijk op zoek naar de lol. Om het leuk te houden. Ja. Dus dan is dat spontane. En spontaan suggereert ook dat we eigenlijk allemaal met een pakketje libido geboren zijn. Ja. De een een beetje te veel, de ander een beetje te weinig. Uh-huh. En dan moeten we het mee doen. Maar in de praktijk is dat je ook wel een heleboel kunt creëren. En uh-huh. Maar het is natuurlijk ook zo dat als seksuoloog zien wij de mensen die problemen hebben, maar al die mensen waar de seks lekker gaat, die komen nooit bij ons. Hè? Tenzij ze ooit kanker krijgen, dan misschien wel. Maar in het algemeen komen de mensen niet zonder seksuele problemen bij de seksuoloog. Er zijn dus heel veel mensen die goed seksueel functioneren en waar het lekker gaat. Dus ik denk dat iedereen als het ware met de mogelijkheden tot seks geboren wordt, maar dat afhankelijk van wat je dan meekrijgt vanuit je opvoeding, vanuit je ervaringen enzovoort, dat het dan wel of niet goed gaat. We hadden daar ooit een heel mooi voorbeeld van. We hadden 30 jaar geleden hier een congres in Amsterdam, het Wereldcongres voor de Seksuologie. En toen was de directeur van Artis, die hield een verhaal over seksualiteit bij dieren. En die vertelde van een paard, een prachtige hengst die heel veel gebruikt werd om merries te dekken. Maar die was op een gegeven moment in de stal, was die bij het dekken, was die met zijn kop boven tegen het plafond aangeschoten en sindsdien kon hij niet meer dekken. Dat is ervaring en een foute ervaring kan ertoe leiden dat je seksueel niet meer lekker functioneert. Ja. Terwijl aan de andere kant, als het hartstikke goed gaat, als je vriendinnen zeggen van, oh, wat heb jij een grote? Nou, dan loop je kans dat je dus alsmaar doorgaat met leuke seks. Ja, top. Tot slot, we hebben het nu een tijdje gehad over de biologische verschillen en er is ook zoiets dat meisjes eerder in de puberteit raken als jongens. En er zijn gewoon wel een aantal dus inderdaad verschillen in de hersenen ook tussen mannen en vrouwen. Ik ben wel benieuwd, mevrouw Termeer, dat is dus een soort van de onderste laag in onze seksuele identiteit.
Maar we zien vooral het seksuele gedrag wat daaruit voortkomt. Zijn er duidelijke parallellen te trekken tussen bijvoorbeeld meisjes die eerder in de puberteit komen? Of de menopauze? Zijn er daar duidelijk effecten, een soort communicatie tussen de biologie en ons gedrag? Ja, de menopauze is natuurlijk dat als de vrouwen in de overgang komen, dan stoppen de eierstokken er zeg maar min of meer mee. Dus er is geen productie meer van de hormonen. En dan wil niet zeggen dat dan seks niet meer mogelijk is. Dat hoor je dan, de vagina wordt droog. En nou ja, de commercie speelt daar lekker mee in, want er zijn natuurlijk allemaal weer middeltjes voor. Maar ook hier is eigenlijk dat dan veel vaker seksualiteit, het repertoire een beetje aangepast moet worden. Of dat seks een beetje bijgesteld moet worden. En ja, dan kom ik weer eigenlijk een beetje terug. Dus dan moeten er misschien andere voorwaarden zijn om die seks leuk te houden. Een langer voorspel. Meer aandacht aan de context. Ja. Dus. Ja. Laten we verder gaan met het volgende kopje. Seksuele cultuur. Meneer Gianotte, u heeft, als ik zo even kijk, lesgegeven bij Oxford, Malta University. U bent in Noorwegen geweest. Ik hoorde u met Dick Swaap net praten over de trein naar Shanghai. U bent de hele wereld afgereisd. Kunt u wat vertellen over hoe verschillende culturen de opvattingen jegens seksuele identiteit beïnvloeden? En hoe zit dat in Nederland eigenlijk? Zijn wij vrij in onze mening over seks of juist heel erg? Misschien moet ik dan beginnen met Nederland. Ja. Wat wij ons niet realiseren als je in Nederland woont, maar als je regelmatig buiten de grens komt. Ik denk dat wij zo ongeveer het beste systeem hebben op het gebied van seksualiteitsvoorlichting van de hele wereld. En dat is heel duidelijk te zien in het globale geluksonderzoek. Dan scoren de Nederlandse jongeren altijd het allerbeste. Je ziet dat ook in de coming-out van lesbische en homoseksuele jongeren, vooral jongens. Die waren in de afgelopen 7 jaar tussen 2005 en 2012... meer dan een jaar was de leeftijd voor het coming-out naar beneden gegaan. Dat is dus de cultuur die ons ruimte biedt om te zijn die we zijn. Dus dat is heel duidelijk wat je hebt in Nederland. Als je dan over de grens gaat kijken, dan blijkt dat vaak heel anders is. Dat in sommige landen heel veel meer moeite is met bijvoorbeeld homoseksualiteit of bijvoorbeeld met masturbatie. Ik heb nu 2 jaar geleden, 1,5 jaar geleden, een week in Teheran gewerkt, in Iran. Waar een aantal dingen duidelijk anders zijn dan in Nederland. En een van de dingen die heel duidelijk werd, dat masturbatie, dat is daar absoluut not done. En ik had op een gegeven moment in een presentatie vertelde ik over een medicijn wat je gebruikt als mensen bijvoorbeeld door hersenletsel ernstig over de schreef gaan seksueel. Toen zei een van de psychiaters, maar dat middel gebruik ik ook. Ik zei, waarbij dan? Ja, zei hij, ik heb een jongen van 16 die masturbeert 3 keer per week. En die gaf daarom middelen die dus op het gebied van hypothalamus en hypofyse zorgen dat hij niet meer masturbeert. Nou, dat is voor ons nu ondenkbaar. Maar vergis je niet met cultuur. Cultuur is niet alleen iets van daar naar hier, maar is ook iets van toen naar nu. Ja. Ik kan je wat dat betreft misschien iets vertellen van mijn eigen, zeg maar, cultuurverschillen. Ja. Mijn ouders die zijn in 1939 getrouwd. En ik heb het boekje gevonden wat mijn moeder kreeg van de bisschop. Ze woonde in Brabant, braaf katholiek. Daar stond in dat de vrouw mocht haar man weigeren als ze meer dan 39 graden koorts had of als het meer dan 3 maal per nacht was. Nou, je kan je voorstellen dat in die cultuur de vrouwen nou niet zo erg veel plezier hadden. En dat is fantastisch, is dat onderzocht in Zweden, waar ze keken naar, heel uitgebreid gevraagd hebben naar de mensen van 70 jaar in de periode van 1970 en datzelfde onderzoek weer gedaan hebben bij de mensen van 70 jaar in het jaar 2000. Dus zeg maar een generatie van 30 jaar verschil. En dan bleek dat ze ongelooflijk veel meer plezier hadden in seks. Vaker klaarkwamen, vaker seks hadden en vaker ook seks belangrijk vonden. Zowel de mannen als de vrouwen, zowel de alleenstaande als de samenwonende of getrouwde mensen. Dat zijn dus cultuurverschillen. En ik kan het ook een klein beetje aan de hand van mijn eigen ervaring zeggen. Ik ben in 1967...
67 ben ik afgestudeerd als arts. Ik wist helemaal niets van seksualiteit. Want dat werd niet aan ons meegegeven. Daar kregen wij niets over te horen in Utrecht. We hadden een hoogleraar, die gaf dan de maand voordat je artsexamen haalde, gaf die één college over anticonceptie en seksualiteit. Ja, ja. En die vertelde bijvoorbeeld over de pil, dat je dat bij bepaalde gynaecologische problemen mocht gebruiken en ook bij grote gezinnen. 12 kinderen of meer. Dat zijn dus, en dat waren mensen die een maand daarna als huisarts konden beginnen, want je had toen helemaal nog geen huisartsenopleiding. Zo slecht was het toen. Ja. En dat is dus echt heel erg veranderd nu. Ja, misschien kan ik daar ook een paar persoonlijke noten aan toevoegen. Mijn vader die heeft met Organon het lineol, de pil, ontwikkeld in Nederland. En ik heb als middelbare scholier zijn verhalen gevolgd en hij werd uitgescholden door gelovigen. Toen eenmaal de eerste trial van start kon gaan, toen hadden ze 500 vrouwen nodig. Ze hebben één advertentie gezet en er waren er 5000 in een week die zich aanmelden. Dus er was grote belangstelling voor. En toen die pil eenmaal goed uit de trial was gekomen, toen wou iedereen de pil. Maar onder de grote rivieren, daar mocht dat niet, van de katholieke kerk. Ja. En toen zijn ze gaan praten met bisschop Beckers. En ze hebben uitgelegd dat veel vrouwen een onregelmatige cyclus hebben. En je kunt die cyclus kun je regelmatig maken met de pil. Heeft als een bijwerking dat je niet zwanger kan worden, maar het is een bijwerking. Ja. En sindsdien was iedere vrouw onder de grote rivieren had een onregelmatige cyclus. En kreeg dus op basis daarvan een recept en de pil. En de pil werd het lekkers van Beckers genoemd in het zuiden. Ja. Een andere noot die ik dus over de culturele aspecten kan geven is dat ik ook werk in China en de laatste 15 jaar echt op hele regelmatige basis, vele malen per jaar daar ben. En toen ik begon te werken in China, toen mochten jongen en meisje nog niet hand in hand over straat lopen. Een paar jaar geleden hield ik een verhaal voor een alfa-faculteit en toen zaten de jongens te zwaaien met de regenboogvlag. En het was de homobeweging van Hangzhou. Ik moest mijn handtekening op de vlag zetten en ik ben een soort van erehomo geworden daar. En laatst toen was een van mijn studenten die wilde me spreken en uiteindelijk kwam het hoge woord eruit. Ze had uitgevonden dat ze lesbisch was. Ik zei, wat is het probleem? Heb je het met je ouders besproken? Nee. Nou, dat gebeurt hier ook vaak niet zo snel. Hoe denken je vrienden en vriendinnen erover? Dat was geen probleem. Ik zeg, waar zit je dan zo over in? Ze zegt, nou, wie moet er later voor mij zorgen als ik geen kinderen heb? En dat is dan een cultureel ander aspect, iets wat je hier niet tegenkomt. En ik heb gezegd, nou, reken eens uit hoeveel geld dat je spaart als je geen kinderen hebt. Dat lijkt me geen enkel probleem. U noemde net dat op die pil van uw vader, meneer Zwaan, dat daar ook veel religieus commentaar op was. Denkt u, meneer Gionotte, dat religie de grootste kracht is die het toen tegenhield? Of is het schaamte? Is het een soort iets veel dieper psychologisch? Nou, het is lastig, want mensen beleven religie op veel verschillende manieren. Sommige mensen die als de religie voorschrijft, zo is het, dan is het zo. En dan leidt dat bij nogal wat mensen tot behoorlijk sterke seksuele problemen. Met name als je in de wat meer traditionele stukken van een geloof zit. We hebben met name, ik werkte in Utrecht, waar we mensen kregen van de Veluwerand op de gynaecologie. En in Rotterdam, waar we mensen uit de Alblasserwaard kregen. Er waren veel mannen die niet klaar konden komen, omdat ze gewoon nooit hadden geleerd te masturberen en het doodeng vonden om te fantaseren. Of vrouwen met vaginisme die bij God niet wisten wat er eigenlijk beneden gebeuren moest. Gewoon als gevolg van religie. Dus die strenge religie doet heel veel kwaad op het gebied van seksualiteit. Ja. Maar goed, aan de andere kant zijn natuurlijk heel veel mensen die ook min of meer religieus zijn en die er veel soepeler mee hebben leren omgaan. Dat zie je in de zeer katholieke landen als Frankrijk, wat het eerste land was waar het bevolkingsgetal omlaag ging, terwijl iedereen zich katholiek noemde daar. Om dus weer terug te gaan naar de stelling. We zijn ons oerinstinct aan het onderdrukken met deze culturele regels.
waar zit de middenweg eigenlijk? Waar moeten we ons innerlijke beest vrij baan geven? Of is het juist goed dat we deze regels hebben? Bestaat er een middenweg? Meneer Swaap misschien. Ja, ik heb dat niet goed begrepen, dat we onze oerinstincten onderdrukken. Dat heb ik niet zo gezien om me heen, moet ik zeggen. De meeste mensen gaan er toch vrij goed mee om. Wat helemaal niet ter sprake is gekomen tot nu toe, is dat seks niet alleen plezierig is, maar dat het ook een betere binding tussen de partners veroorzaakt. Oxytocine komt vrij en dat is dan een sociaal peptide wat zorgt dat de binding tussen partners sterker en sterker wordt. Er komen ook opiaatachtige stoffen vrij in het brein. Dat verklaart ook dat als je van je partner afscheid moet nemen, als je uit elkaar gaat, dat je een soort van onthoudingssyndroom krijgt. Ja. Dat is een enorme toestand in het brein. En dus er zitten zoveel aspecten aan die uitgaan boven wat jij dan noemt het onderdrukken van een oerinstinct. Ik denk dat... Mag ik dan het onderdrukken misschien opnieuw verwoorden? En dan helaas weer terug naar 50 Shades of Grey. Waar het niet zozeer het onderdrukken van onze interesse daarin is, maar meer een soort van schaamte erover of ontkenning. Dat je toch ziet dat er bepaalde... Het zal er wel minder zijn vandaag de dag, maar er blijft een soort van ontkenning van een soort de meest extreme velden die in onze seksuele identiteit liggen. De randen, wat je in 50 Shades bijvoorbeeld ziet. Is die schaamte iets waar we inderdaad vanaf kunnen? Of is dat juist iets wat bij seks hoort? En hadden ze dit in de prehistorie ook al? Nou, ik denk dat het... Je kunt het schaamte noemen. Je kunt het ook een beetje realiteitsbesef noemen. We hebben natuurlijk allemaal een mate van oerinstinct. En we leren om daar goed mee om te gaan. Want op het moment als ik een paar mooie borsten zie wiebelen of een paar mooie billen zie wiebelen, dan draai ik me niet meteen om. Want ik moet natuurlijk wel doorgaan gewoon met de normale dingen waar ik mee bezig ben. Dus je leert om als het ware af te wegen, kan het nou wel, kan het nou niet. En een enkeling die het helemaal niet doet, wat nou van meneer DSK is duidelijk dat hij daar niet zo heel goed in was om dat af te leren. Dat soort dingen, dat gebeurt. Maar dat is in feite is dat een stuk oerinstinct wat we allemaal hebben en waar de een beter in is en de andere slechter in is, om dat te onderdrukken of om daar realistisch mee om te gaan. Ik denk dat die twee oerinstincten... Dus de seksualiteit en het eten iets gemeenschappelijks hebben, in de zin dat als er problemen zijn, dat je daar heel moeilijk over praat. Dus eetstoornissen zijn ook dingen die heel moeilijk bespreekbaar zijn met mensen. Dat wordt verborgen gehouden, daar komt men niet mee naar buiten toe. En hetzelfde geldt voor problemen in de seksuele sfeer. Dus dat hebben ze in ieder geval gemeen, die oerinstincten. Ja. Ik zie dat er een vraag is. Ik heb een vraag over een beetje iets anders. Zorgt het massale gebruik van pornografie voor veel seksuele problemen? Want het is niet echt natuurlijk. Ja, dat is een beetje een hot onderwerp op het moment. Hè? Dat je door te veel porno kijken misschien te veel verwend wordt door al die mooie lijven die je daar ziet. Als je daar te veel bij masturbeert, dat je dan geen zin hebt meer in je eigen partner. We wonen in een klein landje, maar dat is ook niet over alles één consensus en mening. En ik bij een beetje van het veelvuldig borden kijken of het verslaafd zijn aan porno. Ik geloof dat 80% van de mannen porno kijkt. En wat ik altijd probeer mensen inzichtelijk te maken, want die patiënten, meestal mannen, die zie ik ook. Is of je voor jezelf een beetje kunt onderscheiden. Kijk ik naar porno omdat ik het gewoon lekker en leuk vind? Of kijk ik nou porno een beetje uit een soort leegte? En je ziet vaak als mensen, als mannen, te veel porno uit dat leegte zien, dan lijkt dat meer op verslaving of dwangmatige. Net zoals jij je niet lekker voelt, dan pak je ook de fles en zo. Zou dat dan de vergelijking zijn met porno kijken? Zou je hier dan de analogie van meneer Swaap kunnen doorzetten? Dat tussen eten en seks, is porno dan een soort van McDonald's of fastfood voor het brein? Dat een soort van
zoveel calorieën of zoveel suikers in één ding zitten. Dat Nee. Volgens mij moet je daar vrij veel dynamischer mee omgaan. En inderdaad, als je van een echte verslaving af moet komen van drugs of alcohol, dan is het nooit meer. Nou, en bij seks is dat natuurlijk niet. Dus ik zou dat ook helemaal niet in die hoek van verslaving zetten. Maar wel voor je eigen, ja, god, waarom doe ik dit nou? En ja, dan zie je vaak wel als er een intimiteitsprobleem is. Of je ziet ook mensen die op late leeftijd seksualiteit gaan praktiseren met een partner. Dat ook wel een groep is die nou, wel vaker porno keken of daar wat fanatieker mee bezig was. Nou, ik denk dat in ieder geval een duidelijk verschil is tussen mannen en vrouwen. Dat mannen veel visueler zijn ingesteld en dus veel meer kijken. En dat vrouwen relatief veel meer lezen. En het was een heel boeiend onderzoek wat een aantal mensen gedaan hebben die kijken naar de zoekmachines over de zoekmachines of internet. Mm-hmm. En daar hebben ze een boek over geschreven, dat heet A Billion Wicked Thoughts. En die vonden dat zowel de heteromannen als de homomannen gemeen hadden dat ze ontzettend sterk visueel ingesteld zijn. Mm-hmm. En dus heel veel met beelden bezig zijn. En dus ook met visueel, met erotiek bezig zijn. Terwijl dat bij vrouwen heel veel minder speelt. Maar vrouwen veel meer lezen. Heel veel mannen krijg je niet aan het lezen. Ja, er wordt in het AMC ook veel onderzoek naar gedaan. En het is wel zo dat vrouwen wel degelijk ook reageren op een genitale respons, zoals we dat dan zo mooi noemen, bij het zien van visuele stimuli. En of dat nou heteroseksuele stimuli is of homoseksuele of zelfs neukpartijtjes van de bonobo-apen. De automatische respons is bij vrouwen zeker zo sterk aanwezig dan bij mannen. Maar wat het verschil dan tussen mannen en vrouwen is, dat de beleving, dat er een discrepantie zit tussen wat er fysiek gebeurt bij een vrouw, dus genitaal gebeurt, en wat ze ervan beleeft. En dat is wel een groot verschil tussen man en vrouwen. Terwijl bij mannen, als zij die zijn de goede waarnemers van een opwinding, en als ze een erectie hebben, ja, zijn ze ook opgewonden. En dat is. En bij een vrouw is daar zich veel minder bewust van en moet ook veel meer afgaan op wat ze ervan vindt. In het kader van waar je opgewonden van wordt. Je hoort vaak mensen zeggen dat er eigenlijk een ontzettend groot verschil is tussen fantasieën en wat je werkelijk wilt. Dat het niet zo is dat waar je over fantaseert ook is waar je werkelijk zin in hebt. Is dit iets wat je inderdaad vaak tegenkomt en wat veel mensen weten? Of is dit een soort van onderdrukt fenomeen? Nou, dat is wel een onderdrukt iets. Want je moet jezelf natuurlijk toch wel een soort toestemming geven om je eigen fantasieën te hebben. Waar eigenlijk ook helemaal. Ja, je kunt alles bespreken met je partner, maar misschien is dat misschien iets wat je niet hoeft te bespreken. En mensen zijn ook wel, stellen zijn ook wel heel erg met seks. Dat ze zich toch van heel erg, heel anticiperend bezig zijn. En natuurlijk een deel van seks doe je ook samen. Maar er is wel degelijk ook wel een stukje in de responscurve. Misschien kennen jullie het ook allemaal wel, met die verschillende fases binnen de seksualiteit. Dat je je een beetje moet focussen op je eigen secret garden, noem ik het altijd. En wat het ook zijn mag. Ja. Er zijn twee vragen. Ga je gang. Oh, ja. Ik vroeg me af, want we hebben een soort van stelling die steeds terugkomt over de oerinstincten en dat we ons eigenlijk een beetje inhouden. En dat is een soort tendens die ik ook al eerder terug heb gezien in de documentaire Sletvrees. Eigenlijk die schaamte ook. Eigenlijk willen we misschien meer seks dan dat we hebben vanwege cultuur, weet ik veel wat. Maar ik vind die andere rand eigenlijk heel interessant en ik vind dat die super onderbelicht is in dit hele gesprek. Namelijk, er zijn ook mensen die aseksueel zijn. En daar is ook een schaamte omheen, misschien dat je schaamt dat je geen seks wil. En het is juist ook heel erg cultureel gepropageerd van ja, seks is te gek. En er zijn mensen ook die daar helemaal geen behoefte aan hebben. En ik wil graag weten wat jullie daarvan over te zeggen hebben, over aseksualiteit. Ja, goede vraag. Ik ben eigenlijk een beetje opgeleid dan dat als een mens de hormonen bezit, de neurotransmitters bezit, een intact zenuwstelsel heeft, dat die in principe een seksueel wezen is.
of je het gaat praktiseren en sterker nog of je het leuk gaat vinden, dat ligt veel meer aan andere factoren. Dus aan context, aan relatie. En dat kan inderdaad het hele wat dan als asexualiteit gezien kan worden. Maar dat is veel meer dat je dan, omdat het je niet voldoende beloont of dat je negatieve ervaringen hebt of hele negatieve boodschappen meegekregen hebt, dat je het al heel vroegtijdig gaat remmen. Nou, ik zie asexualiteit als een onderdeel van die variatie waar ik het over had. Waarbij sommige mensen dus helemaal links aan de curve zitten. En dat is ongeveer 1%. En dat zijn echt mensen die soms wel geïnteresseerd zijn in een relatie met iemand, maar absoluut niet in seksueel contact met iemand. En die zijn er. Ik zou overigens heel benieuwd zijn. Of heb jij in je onderzoek ook al mensen gehad met hersenen van aseksuele mensen? Nee. En of natuurlijk, die mensen die aseksueel zijn, is maar 1%. En bovendien is dat ook weer een extra taboe. Dus het is heel moeilijk om daar onderzoek naar te doen. Ja. Maar denk jij dat dat dan toch ook iets aangeboren is bijna? Of dat het zich al heel jong ontwikkelt omdat je zo ontzettend negatief... Als je kijkt naar het weinige onderzoek wat er is, dan zijn dat mensen die echt vanaf jongs af aan geen interesse hebben. En helemaal niet een trauma hebben, een nare ervaring of wat dan ook, maar geen interesse. Ja. Nou, ik denk, zoals je noemt, het is gewoon een stukje van de zeer uitgebreide variatie. Het risico zit erin dat op een gegeven moment dat een soort geloof gaat worden van aseksueel is veel beter dan seksueel. Dan wordt het riskant, maar voor de rest denk ik ja. Een stukje uit het hele palet van alle kleuren. Ja. Er was dus nog een tweede vraag. We hebben het gehad over homoseksualiteit, heteroseksualiteit. Maar je hebt ook nog pedofilie. En ik ben benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Of daar een oplossing voor moet komen en of dat überhaupt mogelijk is. Zal ik starten? Dus als je kijkt naar de hersenen van pedofielen, dan zijn er verschillen over een groot aantal hersengebieden vergeleken met de rest van de populatie. En het zijn structurele verschillen die alleen maar vroeg in de ontwikkeling tot stand kunnen zijn gekomen. En het is ook duidelijk dat erfelijke factoren, genetische factoren, een rol spelen bij pedofilie. Er wordt vaak gezegd een van de belangrijke factoren is of kinderen misbruikt zijn in de vroege ontwikkeling. Het probleem is, het is inderdaad zo, als je kijkt naar kinderen die misbruikt zijn, dan kom je vaker tegen dat ze pedofiel worden. Maar het probleem is dat ze vaak misbruikt zijn in de eigen omgeving. En dan lopen die genetica en het misbruik lopen door elkaar heen. En ik ken geen onderzoek wat die twee goed uit elkaar houdt. Er zijn uit het onderzoek zijn er voorbeelden genoeg. Ik heb ook zo'n stamboom van een familie waar in 3 generaties gestrafte pedoseksuelen voorkomen, waar je dus in de families ziet lopen. En mijn conclusie is dat het weer een van die vroege ontwikkelingen is, in het algemeen. Een van die vroege ontwikkelingen waarbij mensen heel vroeg geprogrammeerd zijn in een richting door de hersenontwikkeling. En als je die mensen, als je mannen in een functionele scan legt en je laat ze plaatjes zien van mannen, vrouwen, kinderen, verschillende leeftijden, jongetjes, meisjes, dan kun je aan de momentane reactie van het brein, dus iets waar je niet over nadenkt, wat binnen een halve seconde tot stand komt, kun je zeggen, jij bent heteroseksueel, jij bent homoseksueel, jij bent pedofiel en je valt vooral op jongetjes of meisjes. Dus doordat het brein anders is, reageren ze ook anders op wat ze te zien krijgen. Ja, het probleem is met pedofilie natuurlijk dat er schade aan kinderen wordt gedaan. En dat je daarom moet voorkomen. En helaas hebben we daar geen behandeling voor. Net zo min als je een homofiel niet heterofiel kunt maken, kun je een pedofiel niet normofiel maken.
Dus er is eigenlijk geen behandeling voor. Ja, wat je kan doen is proberen om mensen hun impulsen beter te laten beheersen. Er zijn psychologische technieken voor, maar meta-analyses laten zien dat daar eigenlijk geen resultaat uitkomt. Je kunt ook de impuls verminderen. En dat gebeurt door de testosteronproductie plat te leggen. Dat heeft veel bijwerkingen en geeft problemen. Wat heel belangrijk is, is als mensen eenmaal gestraft zijn, wat doe je dan? En wat je zeker niet moet doen, is wat de burgemeester van Eindhoven deed. Het was een verbod geven om de stad weer binnen te komen. Man mocht ook niet in een dorp wonen waar hij eerst verbleef. Hij heeft 2 jaar lang in een auto geleefd, van parkeerplaats naar parkeerplaats. En toen kwam hij tot een recidief. Dus dat isoleren is het laatste wat je moet doen. En wat heel effectief is, is uit Canada gekomen, waarbij er cirkels gemaakt worden. Het zijn mensen die op vrijwillige basis met een gestrafte pedoseksueel die uit de gevangenis komt, boodschappen doen, een keer naar de film gaat, een praatje maakt. En die worden gecoacht door professionals. En die cirkels die zorgen dat de recidiefkans vermindert met 75%. In Nederland nu met 85%, omdat het een selectie is. Dus het niet isoleren van mensen en zorgen dat als die impulsen sterk worden, dat ze kunnen praten met iemand die ze vertrouwen, is uitermate belangrijk om recidiefkans te verminderen. Ja, we hebben nog 4 minuten. Ik zou graag op een lichte toon willen eindigen. Heeft u nog enige afsluitende tips voor het publiek als u zo voor u ziet een hoop jonge studenten? Wat voor seks is goede seks? Willen jullie met een voorstel voor een practicum komen? Ja, wat praktische tips, een lijstje. Ik denk dat ik daar wel wat over kan zeggen. Wat de grote vraag van heel veel, bij alle lieve Lita-rubrieken, is van voor jongens wat willen meisjes en voor meisjes wat willen jongens. En wat alle mannen willen is perfecte seks neerzetten en proberen haar 3 orgasmes te laten bereiken. En wat alle vrouwen willen is het hem geweldig naar de zin maken en hele goede seks hebben. En het risico is dat met die hele goede seks, dat we heel vaak het maar niet doen. En dat we niet aan seks toekomen. Dus dat is iets wat ik heel erg leer van de mensen, bijvoorbeeld met MS of na een beroerte. Is dat goed genoeg seks is eigenlijk hartstikke plezierig. Datgene waar je met z'n tweeën ook op dinsdagavond lol aan kunt beleven. En misschien die ene keer op je trouwdag of Valentijndag een keer een geweldige wip, dat is wat anders. Maar probeer niet altijd het fantastisch te maken. Ja. Gewoon gezellig, leuk met z'n tweeën. Nou. Of alleen, kan ook natuurlijk. Of met z'n drieën. En mevrouw Termeer, heeft u ook nog tips? Ik denk dat het voor iedereen individueel verschillend is hoe die zijn eigen seksualiteit blijft. Maar mijn boodschap is van inderdaad, je moet er seksueel plezier aan beleven. Seksueel plezier is een noodzaak en geen bonus. Het is echt een noodzaak, vind ik. Nou, het lijkt me tijd om een eind aan vast te knopen. Dames en heren, dank jullie wel dat jullie er waren. Het was ons zeker een genoegen. Beta Break is een maandelijks evenement. Volgende maand gaan we het hebben over de waterschapsverkiezingen. Het is ook heel leuk. Dus wees erbij. We hebben 2 gasten aankomend. Het wordt een topevenement. Dus dank u wel. En hartelijk dank aan onze gasten. En een groot applaus graag. Zeker. Tof.